Hallo en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Road to Pokémon Meester. Mijn naam is Job en... Job, van Road to Pokémon Meester, jullie kennen mij toch nog wel? Nooit meer. Oké, nou vooruit dan. Ik snap dat jullie mij na een maand of misschien wel langer niet uploaden zijn vergeten. Ik probeer hier op dit prachtige kanaal leuke Pokémon pack openingen te maken voor jullie met een beetje humor natuurlijk. En vandaag hebben we daarom weer een heel leuk product. Het tweede melkpak ooit van Pokémon WOT is uitgekomen. Het eerste, die zag er zo uit. Eentje van Marnie, die was wel erg geslaagd. Zat bomvol mooie spullen en dit zal iets vergelijkbaars zijn. Maar dan, van Professor Juniper. En deze vind ik er ook wel tof uitzien. We gaan hem eens even lekker goed bekijken. Waar melk gedronken wordt, voelt een ieder zich fit. Het is melk waar alles wat jonge mensen maar nodig hebben in zit. Ja, is dat mooi of is dat mooi? Maar kijken alleen is natuurlijk niet genoeg. We gaan hem ook lekker openmaken. En één nadeel had ik al gezien, want de lijm bij deze producten is niet heel best. Die was al losgelaten. Dus dat is dan weer heel erg jammer. Volgens mij was het bij die Marnie boxen niet zo. In dit product zitten maar liefst 7 packjes. Ik ben heel benieuwd wat voor sets hierin zitten. En we hebben hier een deckbox. Met erin al die packs, maar daar gaan we dadelijk naar kijken. Eerst hebben we hier namelijk nog een aantal sleeves met hier achterop ook weer diezelfde artwork van Professor Juniper. Dan hebben we hier nog wat damage counter en tokens voor het spel zelf. Ik snap niet waarom ze deze niet ook gewoon in het zakje hebben gedaan, maar goed. En nog een mooie grote coin. Lijkt een beetje alsof ze zo dat loser teken aan ons doet met die hand. En dan komen we bij het eerste echte interessante, want er zitten ook toffe promo kaarten bij. 2 verschillende varianten als het goed is, althans dat was zo bij die Marnie box. Zo, deze was wel aardig taai om open te krijgen, kan ik jullie vertellen. En hier zien jullie ook al de eerste codekaart en die is uit natuurlijk. Mond, spraak, arm. Alarm. En die is natuurlijk voor jullie, hopsakee, de eerste van deze video. En dan zien we hier de eerste promokaart die er, als het goed is, ook weer 3 keer in zit. Net zoals bij de vorige melkpak. Ik mis hier wel iets op deze promokaart dat bij die Marnie wel was. Namelijk de... Ja, en dat maakte hem toch wel speciaal. Dus ik vind het heel jammer dat ze dat niet hebben gedaan. Want nu is deze promokaart, ja, niet super boeiend. Zeker niet... Degene die hier achteraan zit. Hij zit er dus weer 3 keer in. Net zoals bij de vorige Moneybox dus. En dan hebben we hier als laatste de Full Art versie. En holy moly, die ziet er wel heel erg gaaf uit. Bij zonsondergang. Op een mooie zomerse avond zo te zien. En kijk er even staan dan. Meneer de professor. De slimneus. Oprecht wel een hele toffe kaart. Ik denk dat die niet zoveel waard zal zijn als die Marnie variant. Omdat Marnie simpelweg... veel populairder is. En dan gaan we nu waar het allemaal om draait eigenlijk toch. Of althans voor de meeste mensen. En dat zijn de packs. Die hebben ze mooi in deze deckbox verstopt. Hier ook nog een leuke artwork trouwens zie ik nu. En het zijn ze dan. Astral Radiance. Die zit er helaas niet in. Brilliant Stars. Nog een Brilliant Stars. En dan nog een Brilliant Stars. Hebben we 2 Fusion Strike pakketjes. 1 Evolving Skies pakketje. En nog een Chilling Rain. Zeker hele toffe packies. Hele moderne packs ook. Dus dat is altijd top. En ja, laten we die lekker snel gaan openscheuren. En daar gaan we dan eindelijk weer packs openen op dit kanaal. En we beginnen met... een Fusion Strike packie. Die set heb ik al lang niet meer opengemaakt ook. Maar die Alt Art Mew, die ben ik zeker niet vergeten. En jullie ook niet, dus hier weer de codekaart. En we beginnen dit eerste pakketje met een Lightning Energy. Adventures Discovery, Schoolgirl, Deluxio. Hebben we de Klobberpus, Dynamo, Zorua, Zorlada, Shellder, Caterpie. Hebben we de Reverse Holo Vullaby en dan... Oeh, helaas geen first pack magic. Was wel lekker geweest na zo'n lange tijd, maar we hebben de Vika Volt normal rare. Oké. Nou, jullie hebben zeker gemerkt dat ik minder heb geüpload. En dat gaat, ben ik bang, nog wel even zo door dat ik een stuk minder geüpload dan dat ik normaal doe. Dit door alle drukte die ik op dit moment heb met mijn studie. Heb ik simpelweg geen tijd meer om leuke video's te maken. En ja, genieten jullie nou toch van deze video? Zorg dan even dat je dat belletje aan hebt staan. Want als ik dan upload, dan mis je de video sowieso niet. En dan gaan we nu eens kijken of ik die Zardluck nog heb... Want ik zou wel weer zo'n lekker Charizardje willen hebben van deze prachtige set. Ik heb er al 2 of 1 van. En meer is altijd beter in dit geval. Ho, ik pak er hier gewoon 2 tegelijk. Starly, Reverse Holo Klink en dan... Oeh, weer een normal rare. Jongen. Wat een drama. Dit wordt de slechtste comeback ooit. Codekaartje. Dan proberen we het gewoon nog een keer met een Fusion Strike pakketje. Metal Energy, Adventures Discovery, Schoolgirl...
hebben de Luxe Award. Dit is gewoon precies hetzelfde pakketje als net. Oh nee, nu wordt het toch anders. Grubbin, Mankey, hebben de Krogunk, Pinsir, Reverse Holo, Cross Receiver en dan... Oh, Jezus Christus, weer een normal rare. Godverdomme, die moet je gewoon weer flikkeren, man. Troep. De Pokémon goden zijn mij niet goed gezet. Die zijn ook boos dat ik zo lang weg ben geweest, denk ik. Al heb ik ondertussen wel Pokémon Packs geopend. Ik heb een hele Astral Radiance Boosterbox geopend. En ik moet zeggen, hiervoor had ik eigenlijk alles zo ongeveer opende ik op dit kanaal. Nu heb ik ook zelf gewoon geopend. En dat is toch wel minder leuk. Ik ben toch altijd wel hyped als ik zo hier lekker voor jullie dit aan het openmaken ben. Dan heb ik er zelf ook gewoon meer zin in, merk ik. En dan geniet ik er nog meer van. Dus dat is wel jammer dat ik dat niet meer zo vaak kan doen als eerst. Maar goed, wie weet komt er snel na deze video weer een nieuwe. We hebben Water Energy, Luxio, Hitmontop, Magma Bazin, Duskull, die ja, net zoals ik aan het zoeken is naar de pools. We hebben de Purloin, Shroomish, Sneasel, hebben we dan een Corphish volgens de Reverse Holo Trophies. En dan is dit hem. Oeh, wel een holo. Oké, vooruit. Het is een upgrade. Het is een upgrade van wat we tot nu toe hebben gepakt. De Garchomp Holo. Toffe artwork ook. Hij is hier wat bomen aan het kappen. Het lijken de boeren wel. Oh, oh, oh. Gaan we verder met een Chilling Rain pack. Ja, en die Professor Juniper, die naam, die komt, vermoed ik zo, van een bepaald type boom. Of een conifeer eigenlijk. De Juniperus communis. Als ik dat goed zeg. En moeten jullie eens raden wat er aangroeit? Je jeneverbessen. En daar wordt natuurlijk je jenever van gemaakt. Dus die professor... Onze o zo slimme professor is eigenlijk een zieke zuipschuit. Wat een kutverhaal. Ik heb dat volgens mij nooit gedronken, jenever, maar het lijkt me helemaal niet lekker. Goed, door met dit pakketje. De Weedle, Snowhunt en hopelijk ook onze eerste pool. De Glaring Slowpoke, die net zoals wij aan het vissen zijn. Na die sappige kaartjes. De Snover, Reverse Holo, Single Strike, Urshifu wel te verstaan. En dat is... Een Reverse Holo Rare en die waarderen wij hier ook zeker. En dan wordt dit eerste pool dan nu echt... Boom! Een Tornadus V. Oké, we maken steeds trapjes omhoog. We hadden net een holo, nu een V-kaart. Dan kan de volgende niet anders zijn dan een zieke Charizard uit deze Brilliant Stars pack. Ik hoop eigenlijk dat we echt een dikke kaart krijgen uit Evolving Skies. Super populaire en gave set. Dus daar hoop ik eigenlijk het meest op. En een mooie personageparen uit deze Brilliant Stars... Zou ik ook zeker voor tekenen. Codekaartje. Ja, en de nieuwe set Pokémon Go is er inmiddels uitgekomen. Die wil ik ook nog wel een keer gaan openmaken. Ik heb helaas mijn producten nog niet. Maar ik ben wel heel benieuwd of jullie al wat open hebben gemaakt. En wat jullie ervan vinden. Ik hoor van heel veel mensen dat die pool rates best wel tegenvallen. Dus dat is wel erg jammer. En dat die Radiant Starters moeilijk te packen zijn. Ik vind ze wel vet. Ze zijn niet super duur ook. Ik geloof dat de Charizard zo'n 30, 40 euro waard is. Dus dat is nog wel te betalen voor iemand met een baan. Maar goed, het is natuurlijk lekker als je die pack lukt. Als je gewoon lekker ze kan packen. Dat is helemaal top. En we hebben hier al de 6000ste normal rare. Man, man, man. Onze pack luck is niet je van het. Maar goed, ik zei al. Als het dan gebeurt in dit Evolving Skies pakketje. Dan heb ik er helemaal vrede mee. En na die Pokémon Go set. Komt in september, als ik het goed zeg. De nieuwe set Lost Origin. Ja, in hoog tempo volgen ze elkaar op. Als je het mij vraagt, iets te snel. Het lukt me gewoon niet om een beetje veel te verzamelen van al die sets. Maar goed, aan de andere kant is het wel lekker natuurlijk zo'n nieuwe set. Weer allemaal nieuwe toffe kaarten. En daar, dat is gewoon genieten vind ik altijd. Hier een Flaffy. Hele toffe artwork dit. Gaan we door met een Woobat. Seedot. Dan een Swablu. Gaan we door met een Psyduck. Rock'n'Rolla. Tivol Reverse Holo. En dat is weer een Reverse Holo Rare. Dus die hebben we vast te pakken. En dan hier hebben we een dikke Rayquaza VMAX Alternate Art. Niet... Weer een holo, de Zoroark. Zoroark. Iets in die richting in ieder geval. Wel weer een holo. Jammer, jammer, jammer. Geen echte dikke pools in deze aflevering. Dus ja, betekent dat dan dat ik snel weer een nieuwe opening moet doen... zodat ik wel een dikke pool voor jullie kan packen? Laat het even weten in de comments hier beneden. Vond je het leuk dat ik weer wat geüpload heb? Geef dan even een klets op die like-button. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat ook zeker ook nog. En zet dat belletje aan als je deze video's leuk vindt. Dan mis je hem zeker niet als ik weer een keer wat upload. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende video. Houdoe.